Hier moeten we gaan kijken wat er gebeurt als die afstand x heel veel groter wordt dan r. Wat we dan altijd gaan doen is kijken wat wordt er dan klein. Dus als x heel veel groter wordt dan r, dan wordt r over x heel veel kleiner dan 1. En als je hier kijkt in deze formule zitten alleen r kwadraten in. Dus eigenlijk kunnen we hier direct van maken r over x in het kwadraat heel veel kleiner dan 1. We kunnen dat eigenlijk best gaan herschrijven. Als je dit gaat herschrijven, dan krijg je, we gaan hier die 2x kwadraat voorop plaatsen, 2x kwadraat. En dan krijgen we r over x in het kwadraat maal 1 tweede, plus 1. Dat wordt de teller. En die nummer wordt, we gaan ook hier een x voorop plaatsen, x en dan r over x kwadraat plus 1 en dit tot de macht 1 tweede. Nu gaan we gaan werken met asymptotische equivalenties. En dan kunnen we deze, dit is hier van de vorm 1 plus iets klein tot de macht min 1 tweede kunnen we gaan benaderen door 1 min 1 tweede epsilon plus enzovoort. Die min 2x moeten we ook nog laten staan. Dus wat krijg je? 2x kwadraat gedeeld door x. Dat is 2x. Die teller laten we staan. 1 tweede r over x kwadraat plus 1. En die noemer gaan we aan de reeks gaan ontwikkelen. Dus dat is 1 min 1 tweede r over x kwadraat plus puntje, puntje, puntje. Dit vullen wij eigenlijk nog aan. Dat zijn termen in r over x tot de vierde. Min 2x. Nu gaan we dat verder gaan uitwerken. Dus wat vinden we? Dat is 2x maal. De laagste orde is die 1. De volgende is plus 1 tweede r over x kwadraat. Min 1 tweede r over x kwadraat. En de volgende zijn termen in r over x tot de vierde. Dus voorlopig zet ik puntje, puntje, puntje en dan min 2x. Wat zien we nu? Die 2x en die min 2x. Dit valt weg. Deze hier vallen ook weg ten opzichte van elkaar. Dus welke hebben we over? Alles in r over x tot de vierde macht. En dan moet je hier gaan zien, als je hier 1, en de volgende is ook hier, van r over x tot de vierde. Dus dan gaan we er moeten bij gaan plaatsen. Waaraan is deze gelijk? Deze is gelijk aan, hier komt erbij, plus 3 achtste epsilon kwadraat. Dus komt er hierbij plus 3 achtste r over x tot de vierde plus, en de volgende is tot de zesde. Dus als hier tot de vierde wegvalt, gaan we hier ook nog verder moeten gaan rekenen. Goed, welke termen hebben we dan bij de vierde r over x tot de vierde? Dat is hier die 1 tweede en die 1 tweede. Dat is min 1 vierde r over x tot de vierde. En deze 1 maal die 3 achtste plus 3 achtste r over x tot de vierde. En de volgende zijn van de orde r over x tot de zesde. Aangezien dat die twee niet wegvallen, hebben we die volgende niet nodig. Dus waaraan wordt het gelijk? Dit wordt gelijk aan, we gaan nu enkel die term, dus het is ongeveer gelijk aan, 2x maal r over x tot de vierde. En dan 3 achtste min 1 vierde. We kunnen dat op achtste zetten. Dat is 3 achtste min 2 achtste. Is, dat wordt 4, dat wordt 1, is
r over x tot de vierde maal x over 4 is r tot de vierde gedeeld door 4x tot de derde.